vanavond wil ik je laten zien dat je op een leerschool bent bij de Heer en God verwacht van je dat je leert. Hartelijk welkom, waar je ook vandaan mag kijken. God wil je vanavond onderwijzen. Het woord voor ons allemaal. In de hele Bijbel zie ik dat God. Misschien ben je niet aan, ben je niet bij stil blijven staan. In de hele Bijbel zie je God de leraar die mensen leert. Hoe dat ding hoort. Het begint al in het paradijs. En hij praat daar tot een volmaakte man hoor. En als hij in het paradijs is, dan communiceert hij met Adam en hij zegt hem wat hij moet doen. Dit zijn principes. Iemand heeft gezegd, of leraren zeggen, dingen die je leest in Genesis, ze noemen het de law of the first mention, dat is de wet van de eerste keer dat iets genoemd wordt, daar legt God de basis voor alle andere keren dat hij die dingen zegt. Nou, als Adam in het paradijs is, dan zegt God tegen hem, jij moet deze hof bewerken en bewaken. Dus God leert hem. Ik wil niet te diep daarop ingaan, maar ik wil je laten zien dat God hem leert hoe succesvol te zijn. Jij moet deze hof bewerken en bewaken, zegt God tegen hem. Van die boom mag je niet eten. Dus ik zie twee grote dingen in het leven van Adam in het paradijs. Dat is dat de wijsheid van God bij hem was. En hij werd onderwezen wat te doen en wat niet te doen. Hij had de wijsheid en de kennis van God, want de Heer vraagt hem, wil je de dieren namen geven? En wat zien we? Hij geeft ze allemaal namen. Dus die man had wijsheid. Hij had inzicht. En die twee dingen blijven constant in het leven van een gelovige. Hij had wijsheid, want de Heer zegt, geef die dieren namen. En hij doet het. Hij had inzicht, wijsheid, kennis. Hij had het. Het tweede is wat ik zie, is dat God hem zegt wat te doen en wat niet te doen. Dus hij wordt onderwezen. Om het een beetje zwart-wit te zeggen vanavond, hij had een geweldige leraar. Kan ik amen horen? Hij had een geweldige leraar. Die leraar zegt, hey, bewerk dit ding, bewaak het. Hij kreeg ook wijsheid en inzicht om dat te doen. Zie je weer? Wijsheid, inzicht, bewerk het, bewaak het. Adam had nooit een paradijs gezien, vooraf. Hoe zou hij moeten weten wat hij moet doen? Die wijsheid en die kennis kreeg hij van God. En dan krijgt hij instructies van dat doen, dat niet doen. Als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat dit patroon de hele tijd blijft. Want waarom heb je dat nodig vanavond? Om jou zekerheid te geven dat hij het ook bij jou doet en wil doen. En dan als je de Bijbel rustig doorwandelt, kom je Noach tegen. En dan zie je in één keer dat de man ook weer onderwezen wordt. Hij kreeg kennis, hij kreeg wijsheid. Is het waar wat ik zeg of niet? Hij kreeg kennis en wijsheid hoe die ark te bouwen. Hoe in godsnaam had Noach moeten weten wat de goede maten waren. Dat wist hij niet. Schepenbouwers vandaag de dag zeggen, die man heeft de juiste maten gebruikt. Dat is wat ik gelezen heb. Ik heb gelezen dat mensen zeggen vandaag, die kennis van zaken hebben, dat Noach precies de juiste maat heeft gehad voor zijn schip. Hoe kon hij dat weten? God gaf hem de wijsheid, God gaf hem inzicht en God onderwees hem. Zie die twee dingen, ik zal het je in de hele Bijbel laten zien. En God onderwees hem, dat hij zegt, oké, het gaat regenen. Je moet de dieren, ik ga de dieren sturen 2 aan 2. Hij krijgt onderwijs en onderricht. Dus kennelijk zit het in de natuur van God om ons wijsheid en kennis te geven, ons te onderwijzen. En hij verwacht van ons dat wij doen wat hij ons zegt. Nu, je vindt het bij Noach. Maak een stap naar Abraham. Is er een man die zoveel wijsheid van God heeft gekregen wat te moeten doen als Abraham? Ik kan niet al de teksten behandelen vanavond, want dan dat voert te ver. Maar in Genesis 12, dan staat er heel
Misschien kan je toch voor me biemeren. Genesis 12 vers 1. Heel specifiek zit God met de man daar te praten. Het was niet een engel die met Abraham sprak. Het was God. God geeft hem inzicht. Hij zegt, dit gaat gebeuren bij jou. Zus gaat. Dus je ziet, de natuur van God is om te communiceren met ons. Zie, de Heere nu zei tot Abraham, hier heet hij nog Abraham, ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dit is niet zomaar een losse profetie. Dit is heldere taal. Kan ik amen horen? Dit is heldere taal, hè? Dit is gespecificeerd, hè? De Heer zei tot Abraham, ga uit je land, uit je maagschap, uit je vaders huis, naar het land dat ik je wijzen zal. En als je verder leest, dan staat er, en Abraham ging. Maar vervolgens gaat God door, geef me vers 2. En dan zegt hij, want hij zegt hier, ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen en je naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. God heeft helder gecommuniceerd met deze man. Helder. Op een of andere wijze heeft Abraham dit gehoord. Tussen God en hem was dat contact. God heeft zich kenbaar aan hem gemaakt. Misschien heeft hij het hoorbaar gehoord. Misschien heeft God hem in een visioen tot hem gesproken. Dat staat er niet bij. Er staat de Heer zei tot Abraham. Wat wel belangrijk is, is dat je ziet dat God wil communiceren. En hij praat met een man hier die uit een hele occulte omgeving kwam. Het was een man, zijn hele familie zat eigenlijk in een andere hoek met occulte dingen. En God kiest hem uit en God zegt hem wat er gaat gebeuren in zijn leven. Waarom is dit patroon belangrijk? Want de Bijbel zegt, wij zijn ook kinderen van Abraham. Dus met andere woorden, leer luisteren en kijken wat God bij hem gedaan heeft. Abraham wordt genoemd de vader van gelovigen. God verwacht van ons dat we wijs zijn, dat we de Bijbel wijs bestuderen. De Spreukenbrief zegt, je moet dingen onderzoeken, je moet dingen doorvorsen. God kweekt geen luilakken, God kweekt ijverige mensen. Hij openbaart zich aan je, maar hij verwacht dat je ijverig bent. Je kan niet de hele dag onder een boom zitten en denken, de Heer help me, gaat niet gebeuren. Je moet je best doen, wie mij zoekt zal mij vinden. Wie mij ernstig zoekt zal me vinden. En zo, je moet dat patroon goed begrijpen. En God onderwijst Abraham en dan zegt hij hem dus wat er gaat gebeuren. Geef me het volgende vers. Die man krijgt instructies hier. Hij heeft God horen praten. Ik zal u zegenen, wie u zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is een heldere boodschap. Hier is niks van twijfel. Hier is niks van praat hij of praat hij niet. Het was helder. De Heer sprak tot Abraham. Dus God kan helder communiceren. Het is goed om dit patroon te zien, want we hebben het nodig vandaag de dag. En deze man kreeg instructies. En dan zien we een belangrijk iets in het leven van Abraham. Als je de Bijbel gaat bestuderen, dan zie je dat Abraham altaren bouwt. Hoeveel weten dat het zo is? En dan staat er, Abraham bouwde een altaar. Dus hij had een gebedsleven. Abraham ging daar naar daar, van hier naar daar en hij bouwde een altaar. Dit is huiswerk, gaat maar lezen in Genesis. Na Genesis 12 zal je zien. En Abraham bouwde een altaar. Hij bouwde een altaar, bouwde een altaar. Dat is zijn gebedsleven. Dat is zijn CC. Dat is een constant contact met God. Dit ding van CC is een openbaring van God. Constant contact. Abraham had CC. En als je zijn leven volgt, zie je constant dat God blijft praten met hem. Hè? De Heer verschijnt aan hem in de vorm van drie mannen die komen. God vertelt hem wat er met Sodom en Gomorra gaat gebeuren. Als zijn neef Lot raar loopt te doen bij hem. Lot was geen bescheiden man, wees altijd bescheiden. Lot was geen bescheiden man, hij was gulzig, op zichzelf gericht. En hij wilde het beste voor zichzelf hebben, terwijl zijn oom hem had meegenomen. En als zijn oom hem het beste gegeven heeft en die oom gaat weg, praat God weer tot Abraham. Hij zegt, Lot doet dat wel, maar ik heb een plan met jou. En dit gaat gebeuren, zus gaat gebeuren, Genesis 13 lees je dat. Hef je ogen op en zie het land, oost, west, noord, zuid, ik geef het aan je. Dus wat zien we? Een constant contact tussen de Heer en die man. En zo gaat het door. Koning Abimelech, die pakt zijn vrouw van hem af, want hij had een mooie vrouw. En hij wist, een mooie vrouw bij deze mensen,
alsjeblieft zeg. En het gebeurt ook. Want ja, die mannen zien die vrouw en hij helpt ze de verkeerde kant op. Want hij zegt, ze is mijn zus. Ja, het was ook zo'n zus, was een half zus. Ja? En zo, ze nemen zo'n zus. En God komt in het midden, God verschijnt. God gaat bij die koning en zegt, als je deze man zo'n vrouw aanraakt, ben je dood. Hij zegt, maar joh, ik heb niks fouts gedaan. Hij zegt, daarom praat ik met je. Want ik weet dat je niks fout gedaan hebt, maar voordat hij iets fout doet, geef die vrouw terug. Dus deze Abraham heeft zoveel contact met God. Je kan het verhaal lezen. In Genesis 15, dan komt God, God maakt een belofte met hem. God sluit een verbond met hem. God zegt hem om dieren midden door te snijden. En God laat eerst dan laat God een diepe slaap op hem komen. En de Heer gaat door die stukken heen en God sluit een verbond met hem. Dat lees je in Genesis hoofdstuk 15. Er is dus constant contact met de Heer. In Genesis 17 komt de Heer weer en zegt, ik ben God de Almachtige, ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht. Als er één man was die wist dat God bezig was in zijn leven, was het Abraham. Kan ik aan mijn horen. Het was dus niet een losse vlodder dat hij een keertje wat gehoord had. Nee, de Heer ging die hele weg met hem. En dan wordt Ismaël geboren, we kennen het verhaal. God komt weer in het verhaal. Die engel bezoekt Hagar en zegt, ik ga die jongen zegenen, al die dingen. Hier zijn lessen voor ons in vanavond, om te begrijpen hoe onze positie is. En dan constant zie je het verhaal doorgaan bij het offeren van zijn zoon. Zeg God, offer die zoon, heeft dat ook gehoord? Zijn geloof wordt daar op de proef gesteld van, in hoeverre geloof je mij nou? Jij moet niet proberen zomaar te doen wat Abraham deed. Abraham was bereid zijn zoon te offeren. Wij weten nu dat God geen menselijke offers wil hebben. Dat wist Abraham toen niet. Maar Abraham had zoveel contact met God, en hij wist hoe groot God was, dat hij bij machte was zijn zoon te offeren. Daar heb je echt contact met iemand. Hoor je wat ik zeg vanavond? Daar heb je contact met iemand. Daarom staat er ook, hij geloofde dat God bij machte was zijn zoon uit de dood terug te geven en het niet zijnde tot aanzijn te roepen. Dat was een openbaringskennis die hij kreeg door het CC-verhaal. Het constant contact met de Heer. En de hele tijd zie je het verhaal gaan. En dan maak ik een sprong naar de Romeinenbrief. Want in de Romeinenbrief staat, Abraham werd versterkt in zijn geloof. Heb je ooit erover nagedacht wat dat was? Want er staat, hij zag niet op zijn lichaam, die niet meer functioneerde zoals het zou moeten functioneren. Sarah's lichaam functioneerde niet zoals het zou moeten leren. De Bijbel zegt, hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. Met andere woorden, zijn verwachting bleef positief. Maar vind je het gek dat zijn verwachting positief bleef met zo'n constante begeleiding van Gods geest? Hoeveel begrijpen die? Het is dus niet zo dat God in Genesis 12 met hem gesproken heeft en de Heer is naar de hemel gegaan en denkt, zoek het uit Abraham. Nee, de dagelijkse vriendschap met de Heer van hem versterkte zijn geloof. Ik hoop dat je dit hoort. Ik heb het heel vaak gelezen, hij werd versterkt in het geloof. Ik denk, ja maar hoezo? In één keer zegt de Heer, hoe denk je dat zijn geloof versterkt werd? Zijn geloof werd versterkt door al de interacties van hem en God. Begrijp je dit? Laat ik het toepassen in mijn eigen leven. God heeft mij geroepen in 1972. Hij zegt niet de medische kant, maar mijn evangelie. Ik kan je niet vertellen hoeveel ontmoeting ik met God daarna heb gehad. Daarom was het niet moeilijk om vol te houden. Zie je dat het diezelfde God is? Hij riep mij, hij zei stop met studeren en je komt nu. Ik ga je gebruiken om mensen te helpen in deze wereld. Ik ben erop ingegaan net als Abraham, want van Abraham staat en hij ging. Maar God heeft me niet laten dobberen. Ik heb zoveel ervaring met God gehad. Dan kwamen de dromen die uitkwamen. Dan kwam er een profeet die tot me sprak, die me niet kende en precies de goede dingen zei. Dan kreeg ik weer een touch van de Heilige Geest. Dus de Heer laat je niet dobberen. Hij begeleidt jou als jij bij hem wil blijven en je hulp bij hem wil zoeken. Ja. Anders is het te zwaar. Anders is het te moeilijk. God weet dat.
En want iemand zal zeggen, Holdoer, heb je het val gehouden? Geen geld, geen baan, mensen die het niet begrijpen, problemen, familie die het niet snappen. Het zijn geen simpele dingen zonder die constante vriendschap met de geest van God trek je het niet. Maar omdat ik constant geholpen werd, wist ik, ik ben op de goede weg. Hoe zal ik het zeggen? Als jij van Groningen naar Amsterdam rijdt, dan zie je één keer Amsterdam. Maar hoeveel weten dat het nog een aantal keren voorkomt dat je Amsterdam ziet? Begrijp wat er is? Als je van Groningen naar Amsterdam rijdt en vergeet je navigatie nou. Want je navigatie, en zelfs je navigatie blijft tot je praten. Maar laat ons die navigatie vergeten en gewoon aan die matrixborden denken. Dan zie je Amsterdam. Nou, dan weet je, ik ben op de goede weg. Maar als je nooit meer Amsterdam zal zien, dan denk ik dat je in paniek raakt. Van, oh jee, ga ik nog goed? Waar zit ik nou? Maar omdat je constant Amsterdam ziet, vol vertrouwen rijden. Zie je? En nu doet een navigatie, doet het ook, die navigatie blijft praten. Eigenlijk is wat de Heer doet, hij blijft ook tot je praten. En dit is wat Abraham dus had. Elke keer sprak God tot hem. God sprak. En wat denk je ervan? Toen de Heer verscheen en zei, volgend jaar wordt je vrouw Sara zwanger. En God sprak hardop. En toen wist Abraham helemaal dat zou gebeuren, want God begon tot Sara te praten. De hele tijd had God niet tot Sara gesproken, alleen tot Abraham. Maar nou in één keer zit ze te lachen en de Heer zegt, waarom lach je? Dat was ook nodig voor haar om een ontmoeting met God te hebben. En die vrouw wordt een gelovige. Nou, wat wil ik je vertellen vanavond? Kan het zijn dat God hetzelfde bij jou en bij mij wil doen? Maar let op, Abraham bouwde constant een altaar. Hè? Abraham bouwde een altaar. Noach was constant in contact met God, want hij had God nodig om dat ding te doen. En eigenlijk vind je dit in de hele Bijbel. Tegen David zegt hij, ik leer en onderwijs je aan de weg die je moet gaan. Ik wil je een patroon laten zien vanavond. Tegen David zegt hij, ik leer en onderwijs je aan de weg die je moet gaan. En als je het leven van David bestudeert, zie je ook vaak, David vroeg de Heer. Je leest regelmatig, David vroeg de Heer, CC. Constant contact. Hij vroeg de Heer, moet ik optrekken of niet optrekken? Hoeveel weet dat in de Bijbel staat? Moet ik optrekken, niet optrekken? Trek op David, trek niet op David. En dus David werd, God had hem gezegd dat hij koning zou worden van Israël. De route die hij gegaan is, kon hij alleen gaan omdat God hem constant bemoedigde. Want Saul, hoeveel is hier de liefde van God hier vanavond? Want Saul probeert hem te doden. Nou, dat is genoeg om te vluchten en te denken, ik heb God niet goed gehoord, joh. Dit ding is een valse boel, neem maar de kuiten. Nee, maar omdat hij constant die ontmoetingen met God had, die had hij al als schaapherdersjongen. Met zijn katapult. De beer kwam om zijn schapen te pakken en de leeuw. Hij zegt, en de Heer hielp me om ze te verslaan. Dus ik zie dit patroon van Genesis tot en met Openbaring. En daarom toen David met Goliath geconfronteerd wordt, maakte Goliath geen schijn van kans, omdat deze man in contact met Yahweh stond. Oh mensen, ik hoop dat je luistert. Hij stond in contact met Yahweh. Dan ga je dingen anders zien hoor. Als God tegen jou zegt, je sterft niet vroeg. Jongens, wat er ook gebeurt, je gaat niet vroeg sterven als je durft geloven. Als je durft geloven. Als God zegt, dat en dat ga ik voor je doen. En je durft met hem te wandelen, geloof mij, het gaat gebeuren. Maar je moet leren hem te vertrouwen. Abraham heeft hem vertrouwd en Isaac was er. Noach heeft hem vertrouwd, die ark is gebouwd en ze zijn in leven gekomen. David heeft hem vertrouwd, ze hebben David niet kunnen doden, hij is koning geworden. Wat denk je van de profeten? Die mannen hadden constant contact. En ze hebben dingen gezegd waar wij vandaag de dag van genieten. Nou dit, want ik kan doorgaan daarmee. Kan het zijn dat hetzelfde ook voor ons geldt? Want ik leef in een wereld die niet mals is. En ik heb net als Adam en Abraham en Noach. En David, heb ik ook hulp nodig. Want mijn wereld en jouw wereld is in staat je zo te ontmoedigen dat je geen kant op kan.
Nou, niemand zegt amen. Jouw wereld en mijn wereld, wat je hoort, wat je ziet, wat op je afkomt. Als jij geen CC hebt, constant contact met de Heer, ga je het niet trekken. Laat ik het je plat zeggen vanavond. Leider zijn van de werk als dit, trek je niet zonder God. Iedereen kan preken, is het makkelijkste wat er is. Maar een werk als deze leiden, je hebt hulp van Vader, Zoon en Heilige Geest nodig. Sommige mensen kijken ernaar en het lijkt zo simpel te gaan. Ze vergeten dat er honderden mensen zijn die toegewijd zijn aan God hier. Dat geeft God in je hart. Omdat ik de weg ben gegaan die God wil dat ik ga, heeft hij het ook in jullie hart gegeven om mee te gaan. Financieel, wat we hier allemaal doen, kan normaal gesproken niet. Maar God heeft jullie aangewezen, tot je hart gesproken en geïnspireerd om met elkaar het werk te doen wat hij ons geroepen heeft om te doen. Als je denkt dat dit makkelijk is wat hier gebeurt, vraag het aan andere voorgangers. Dan zal je in één keer begrijpen hoe uniek het is wat God hier doet. Is niet de wijsheid van Holder, is gewoon de openbaring van God die een wereld wil bereiken en heeft jou en mij daarvoor uitgekozen. Ik hoop dat je dit begrijpt. Hij heeft me een keer letterlijk gezegd, het heeft weinig met jou te doen en veel meer met mij. Dan word je ook nederig. Ja, hij zei, jouw roeping heeft veel meer met mij te doen als met jou. Met andere woorden, het is mijn plan. Wees dankbaar, kom nooit in arrogantie, al die dingen. Wees dankbaar, help mijn volk, want ik wil een groot werk doen in jouw dagen. Het lijkt zo simpel. Ja, ik weet wat iemand me laatst zei. Die zei, één ding is ons opgevallen door alle jaren. Er is veel rust in de gemeente. Als jij denkt dat alle gemeentes rust hebben, gaat land maar door. Je zal zien hoe heftig het in sommige gemeentes is. Dus een werk als dit leiden, daar heb je Vader, Zoon en Heilige Geest bij nodig. En jij moet leren luisteren en doen wat hij zegt. Oké, maar hetzelfde geldt voor jou, want je bent ook deel van dit geheel. Ik ben niet belangrijker dan dat jij bent. We zijn deel van dit geheel en God wil ook tot jou praten. God wil jou inspireren. God wil jou aanvuren. God wil dat je praat en dat je op de goede weg bent. Dat je op zijn weg bent. Dat je doet wat hij je geroepen heeft om te doen. Ik kan dat niet doen. Mensen zijn te eigenwijs hiervoor. Als ik zou proberen dit te doen, kom ik tot de ontdekking dat het niet werkt. Dus ik laat het maar aan God over. Ik doe wat God me geroepen heeft om te doen. En ik zie dat hij getrouw is om te doen wat hij gezegd heeft om te doen. En nou neem ik je mee naar een tekst in de Bijbel. In het Engels staat, zeg je, iets soms ziet op. Iets soms ziet op, het brengt alles bijeen voor je. We gaan naar 1 Johannes 2, vers 27. Ik wil je laten zien dat hetzelfde voor ons geldt. Het is zo mooi, man, het is zo mooi. 1 Johannes 2, vers 27. Wauw. Oh, wat een mooie waarheid hier vanavond. In de hele Bijbel leert God mensen. En jij en ik hebben het voorrecht. Kijk, bij Abraham, luister goed naar mij. Bij Abraham was het zo, God kwam naar Abraham om met hem te praten. God kwam naar David om met hem te praten. God kwam naar de profeten. Maar God komt niet bij ons. God is bij ons. God is in ons. O Jezus, dit is zo mooi. Als niemand hier gezegend wordt vanavond, ik wel. Want God was niet in Adam. Adam misschien wel, want die man had niet gezondigd. Maar God was niet daarna in mensen. Daar moest eerst het offer van Jezus Christus voorkomen. God was niet in Noach. God was niet in Mozes. God was niet in David. God was bij ze. Jij en ik hebben de leraar binnen in ons. Ik praat tot jou vanavond die hier zit. En mensen die livestreamen. Ik praat tot jou. Ik laat je situatie zien. Hier. En wat u betreft, dat ben jij, dat ben ik, wat jij nou betreft, de zalving die je van mij ontvangen hebt, dus we hebben een zalving ontvangen, dat is de Heilige Geest en dat vertegenwoordigt zijn tegenwoordigheid en zijn wijsheid. We zijn begonnen om je te laten zien dat in het paradijs had Adam wijsheid en kennis en hij had Gods tegenwoordigheid en hij wist wat hij moest doen en wat hij niet moest doen. Nou, dat was de zalving. We hebben diezelfde zalving. Hij zit binnenin ons. Die zalving blijft op u. Dus er is wijsheid in jou. En er is instructie, kennis,
Kennis, wijsheid, instructie en zijn tegenwoordigheid, die drie dingen. Kennis, wijsheid en instructies is binnen in jou. Oh Jezus. Dit is zo mooi. Alles wat je nodig hebt om het paradijs te bewerken en te bewaken, zit binnen in jou. Je hebt de kennis van de geest. Je hebt de wijsheid van de geest door het woord van God. En je hebt zijn tegenwoordigheid. Dat is die zalving. Laat ik een test doen in de zaal. Als je over de zalving praat, waar praat je over? Waar denk je aan? Ik zal je vertellen waar je aan denkt als je over de zalving praat. Als je over de zalving praat, denk je aan die tegenwoordigheid die op je is. Nou, oké. Okay. Oh. Het is een toerusting, maar het is ook een tegenwoordigheid die je ervaart. Kan ik aan mijn oren? De zalving is een tegenwoordigheid van God, want het rust op je, je voelt het. Hoeveel hier voelen die zalving? Dus, daarom zegt die zalving is op jou. Nu, als ik over de zalving praat, praat ik over zijn tegenwoordigheid die ik ervaar. Wat zeggen we van samenkomsten waar Gods geest zeer sterk is? De zalving was sterk. Nou, hoe weet je dat de zalving sterk was? Heb je dat afgevraagd? Je weet dat de zalving sterk was door wat je voelt, wat je ervaart. En wat hij doet. Drie dingen. Wat je voelt, wat je ervaart en wat hij doet. Oh, wat is die zalving sterk. Dus die zalving heeft heel veel te maken met zijn tegenwoordigheid die op je is. En dat hij je verstand verlicht om dingen te begrijpen, om je inzicht te geven. Het is makkelijk te begrijpen, want ga terug naar Adam in het paradijs, dan zie je dit patroon. Adam had die tegenwoordigheid, hij had instructies wat te doen, wat niet te doen. Hij werd geleerd, hij wandelde in die presence en hij deed wat hij moest doen, samen met de Heer. Het eerste gedeelte van Adams leven was samen met de Heer. En dat is het patroon, dat is het scheppingspatroon voor jou en voor mij, samen met de Heer. En dat zie je bij Noach. Zie je bij Abraham, zie je bij David, samen met de Heer. En we hebben die Heer nog binnen in ons. En zo, als kind van God, zegt hij hier, je hebt die zalving op jou. En ik ben blij om vanavond aan te kondigen, heel vaak ervaren wij dat. Je voelt het. Soms zit je in de auto en je voelt de zalving. Hoeveel hier kunnen zeggen, jongens, ik zit in de auto, in de metro, op mijn fiets en ik voel de zalving. Niet elke keer, maar... Ja, kijk naar die handen. Hoeveel kunnen zeggen, ik zit op mijn werk en ik voel de zalving van God. Ja, ik heb dat zo vaak gehad in mijn leven. Dus die zalving is die tegenwoordigheid, de presence, die tegenwoordigheid waarin ook de kracht zit. Die zalving is de tegenwoordigheid waarin de kracht zit en waarin wijsheid en inzicht zit. En daarom zegt hij hier, die zalving blijft op je. Nou, ik kan vanavond zeggen, al de jaren dat ik gered ben, is die zalving daar en is nooit weggegaan. Kan ik aan mijn oren? Ik ben vervuld geworden met de Heilige Geest en Gods Geest ervaren in mijn leven is een dagelijks gebeuren. Kan ik aan mijn oren? Het is echt niet zo dat ik de Heer vandaag ervaar en over 3 jaar ervaar ik hem weer. Is een dagelijk iets. Tenminste bij mij wel. He? Je wandelt met hem, hij is daar, hij raakt je aan, hij geeft je instructies. Heel wat dingen weet ik, omdat hij me instructies geeft. Maar het is niet alleen voor mij, het is voor ons allemaal. Want dit is de scheppingsorde. Oh Jezus. Dit is de scheppingsorde. Adam had het, Abraham had het, Noach had het, David had het. En wij hebben het helemaal. We hebben het helemaal. En nou dit. Nu die zalving op je is, want wat zegt hij hier, daar ga ik mee eindigen. En wat jou betreft, dus de Heilige Geest praat niet tot jou. Wat jou betreft, de zalving die je van hem hebt ontvangen, toen je gered werd en vervuld werd met de Heilige Geest, blijft op jou. Hoeveel zijn blij dat hij op je blijft? Man, weet je wat het meest beroerd is wat mij kan overkomen? Dat de zalving van me wijkt. Dan ben ik echt... Dan ben je kapot. Het ergste wat Edgar Holder kan overkomen is... Mensen kunnen me verlaten, is niet altijd leuk. Maar de zalving helpt je om eroverheen te komen. Mensen kunnen langere tijd met je meegaan en in één keer afhaken. De zalving houdt je staande. Maar als de zalving gaat en mensen blijven, heb je een gigantisch probleem.
Want de zalving doet het. Is niet door kracht, is niet door geweld, is door mijn geest, zegt de profeet. Het is die zalving die je doet. Is die zalving die je doet, die jou helpt, die je staande houdt. Iemand vroeg mij, hoe kan je zoveel jaren zo preken en enthousiast blijven? De zalving. De zalving. Word je niet moe? Nee, ik word geïnspireerd en aangevuurd. De zalving. De zalving. Oké, nu. En dan zegt hij, je hebt, want hij gaat door. En je hebt niet van nodig dat iemand je leert. En dat wil niet zeggen dat je geen leraren nodig hebt. Je hebt gezonde leraren nodig. Maar eigenlijk wil hij zeggen, zelfs als je een gezonde leraar hebt, dan is het nog de Heilige Geest die het naar jou vertaalt. Ah. Ah. Weet je tegen hoeveel mensen goddelijke waarheden vertellen en ze pakken het niet? Waarom pak jij het? Ik praat soms met mensen en ik probeer ze het evangelie uit te leggen. Het is alsof je tegen een muur praat. Ze horen, ik zeg A en ze praten over Z. Denk ik, heb je wel gehoord? Hoeveel hebben dat? Ik zit soms een heel, voor mijn gevoel, logisch verhaal aan iemand te vertellen over het evangelie. Aan hun antwoord hoor ik dat ze totaal niks begrepen hebben. Dan praten ze over andere dingen, dan denk ik, dit is parelen voor de zwijnenwerpen. Dit moet ik loslaten. Dus het feit dat jij het pakt, is niet je verstand, is de zalving die je leert en je onderwijst. Kunnen we de Heilige Geest hiervoor danken, mensen. Ja! Deze dingen moeten gepredikt worden. Het feit dat jij het begrijpt, is de zalving die het aan je vertaalt. Is de geest die je onderwijst. Ja! Nou. Ik kan met jou praten over de Heilige Geest, je begrijpt het. Probeer het aan een baptist te vertellen. Ja, probeer wat ik je hier zeg aan een baptist te vertellen. Of iemand van het leger, zegt hij. Zijn goede christenen, daar heb ik het niet over. Maar het is toch, christen zijn zonder de doop in de geest. Is vervelend om te zeggen, weet je hoeveel mensen van het leger, zegt zelfs nu in Pinkstergemeente zitten. Ze zijn daar gered, maar ze hebben ontdekt dat er meer is. En ze hebben zich geopend voor de Heilige Geest. En ze zijn in één keer op een heel ander niveau gekomen. De salving leert en onderwijzen. Wat wil ik je zeggen? Jij denkt dat het zo simpel is. Het lijkt alsof jij het doet, maar het is God die je onderwijst. Nou, en dan zegt hij hier, maar gelijk zijn zalving u leert, we zijn er, we zijn er. Gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen is, blijf in hem, gelijk zij u geleerd heeft. Blijf in hem is CC. Blijf in hem is weer CC, constant contact, blijf in hem, houd contact met hem. Constant check, constant contact en wat is het andere? Constant contact, constant check en constant counsel. Ik blijf dit ding preken tot we het pakken met z'n allen. Constant contact, constant check, constant counsel. En dan kom je terug in het paradijs. Dat Adam had counsel. David had counsel. Abraham had counsel. Waarom? Was dat een constant contact. Adam en Abraham met name bouwden constant een altaar. Dus wij moeten, want ik ga nou iets zeggen. Ik heb alles gezegd om je nou het volgende te zeggen. Je zal zeggen, hoor, dat meen je niet. Alles wat ik gezegd heb vanavond is om jou dit te vertellen. Dat als God iets tot jou gezegd heeft, jij hem moet durven vertrouwen dat het uitkomt. Dit is de preek, hè? Alles wat ik gedaan heb is om een basis te leggen om je dit te zeggen. Want er staat hier, de zalving leert je over alle dingen. Dus je kan instructie bij God zoeken over alles. Oh, jullie horen me niet vanavond. Je hoort me niet. Je kan instructie bij de Heilige Geest zoeken over alles. Het Engels zegt, you know it all. Ik heb meerdere vertalingen opgezocht die zeggen echt, hij wil je op alle gebieden leren en onderwijzen. Als het nodig is, kan God jou dingen laten doen die je nooit eerder gedaan hebt. En iedereen denkt, hoe kan dit? Maar ook op jouw gebied wil je trainen en inzicht geven. Want alle wijsheid zit in hem. Is 1 Korinthe 1 vers 31. Hij is ons geworden tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Jij bent geen weeskind. Je bent geen zwerver. Je bent een kind van God. En alles wat van hem is, is van jou. En nou zegt hij, je moet hem leren vertrouwen, want hij is waarachtig. Een andere vertaling zegt, je kan hem vertrouwen, hij is betrouwbaar. Er is geen leugen in hem.
Daarom is deze dom hier. God heeft tot me gesproken en tot velen in de kerk. En we hebben dat geloof tegen de architect in, tegen de boekhouder in, de accountant in. We hebben vastgehouden dat God betrouwbaar is. Vanavond kunnen we zeggen, in hem is geen leugen, want die dom is hier. We praten met bankmensen, ze kijken ons aan en die bankmensen zeggen, jullie zijn geen kerk, je bent geen bedrijf, we begrijpen jullie werkwijze niet, maar het is wonderlijk wat bij jullie gebeurt. Zeggen bankmensen. Hè? Wat ze zien is, ze registreren de zalving. Hier zijn mensen die naar me kijken vanavond en mensen thuis die luisteren. Je hebt woorden van God gehad. Het kan zijn dat hij een droom heeft gegeven, een visioen. Meerdere profeten hebben precies hetzelfde tegen jou gezegd. Of je bent de Bijbel aan het lezen en de zalving komt op je. Of een bepaalde gedachte komt en die zalving die op je is begint te reageren. En je weet dat het God is. Jij mag dat niet loslaten. Ik praat tot iemand hoor. Jij mag dat niet loslaten. Al lijkt het onmogelijk dat het gebeurt. Als God gesproken heeft, gaat het in vervulling. Jij, ik praat tot iemand hier vanavond. Jij mag niet loslaten wat God je gezegd heeft. Want nadat God gesproken heeft, gaat de vijand zijn best. Ik voel hem stroben. Wees opmerkzaam wat je hier hoort vanavond. Nadat God gesproken heeft, gaat de vijand alles om je heen in het werk zetten om je te laten twijfelen. Kijk naar David, kijk naar Adam. Toen de duivel kwam binnen en deed alles op om te laten twijfelen. Hij begon bij Adam al. Hij zei, heeft hij dat gezegd? Ja, je moet hem niet geloven, joh. En hij zei twijfel. Bij Abraham komt het gevecht komt vanuit zijn eigen gezin. Zijn eigen vrouw zegt, je zegt dat hij dat gedaan heeft, maar hij bedoelt Hagar. Ik kan de hele weg gaan hier dit ding laten zien. Noach wordt uitgelachen door mensen. Is het waar wat ik zeg of niet hoor? Terwijl Noach aan het bouwen is, wordt hij uitgelachen door mensen. David, Saul probeert hem de pan in te hakken. Ik zie dat overal waar God praat, de vijand komt om roet in het eten te gooien. Daarom staat er hier, hij is waarachtig en in hem is geen leugen, als hij tot jou gesproken heeft. Je bent aan het bidden en God zegt, je partner komt, hou dat vast. Al zie je hem niet, hou dat vast, want door het vasthouden trek je hem naar je toe. Of haar naar je toe. Je bent aan het bidden en God zegt, je komt door je examen heen. Dat wil niet zeggen dat je niet moet leren. Leer als een gek, om het zo te zeggen. Maar vertrouw God dat je er doorheen komt. Een ziekte probeert je lichaam kapot te maken. Daarom is het, oh Jezus. Daarom is CC zo belangrijk. CC is van levensbelang. Daarom bouwt Abraham iedere keer een altaar. Ik hoop dat je luistert. Zonder CC is lastig. Laat je leiden door GPS. Jullie weten het nou. Ik ben blij dat ik, als ik dit zomaar in een andere gemeente zeg, denken ze, wat praat die man over? Hij is aan het preken en één keer praat hij over navigatie, GPS. Maar jullie weten nou, het is God's presence strong, God's presence small. Laat je leiden door GPS. Laat je leiden door het woord van God. Let op de zalving, want hij is op je, hij blijft op je. En er staat ook, jij moet in hem blijven. Kan ik amen horen? En dan als een pitbull vasthouden aan wat God je gezegd heeft. Abraham heeft het gedaan. David heeft het gedaan. Als jij en ik het doen, komt God tot zijn doel. En je bent niet alleen, want de Heer gaat je stap voor stap iedere keer bemoedigen. Hij heeft het bij Adam gedaan. Hij heeft het bij Abraham gedaan. Hij gaat het bij jou ook doen. Ben je niet blij met deze boodschap vanavond? Wauw. Zo, houd contact met de Heer. Misschien zijn sommige van je kinderen niet gered en je zit te piekeren hoe het ooit moet. Laat dat aan God over. Ik heb door de jaren heen gezien dat God dingen waar heeft gemaakt in mijn leven op een wijze waar ik nooit aan had kunnen denken. Nooit, nooit. God heeft dingen gezegd tegen mij en dat ik denk, hoe moet dit gaan? En in één keer beginnen dingen te schuiven en dingen beginnen te bewegen. En pats, boom, daar is het. Ja. Je moet dit leren geloven, wanneer God praat. Alles, mijn grootste zoektocht in dit leven is de stem van God. Als ik praat, check ik. Ik check, ik probeer het te helpen vanavond. Ik check, Heer, oké. Vader, ik heb de indruk dat u dat tot me zegt. Als u het bent, wilt u dit bevestigen in mijn leven. Je mag hem vragen om dingen te bevestigen in je leven.
Je moet hem vragen zelf. En hij heeft talloze methodes om het aan je duidelijk te maken. Als ik al dingen aan je duidelijk kan maken als mens, hoeveel te meer de Heer. Je mag het vragen. Je zit in een moeilijke situatie, een moeilijke financiële toestand. Het lijkt alsof alles kapot gaat, maar je dient de Heer met alles wat in je is. Misschien heb je fouten gemaakt, vraag om vergeving en ga checken met hem. Zeg Heer, u heeft me gezegd dat u mij zal helpen. Ik heb fouten gemaakt, maar ik verwacht dat u me hieruit helpt. Je hebt kans dat die zalving in één keer, terwijl je dat bidt, begint te stromen door je heen. Dat is een moment om je handen op te heffen. En te zeggen, dank u Heer, ik ben eruit. Wij moeten leren reageren op de zalving. Ik herhaal, wij moeten leren reageren op de zalving, praten volgens de zalving, geloven wat je niet ziet, God die dingen tot aan zijn roept die er niet zijn. We moeten begrijpen hoe het werkt bij onze hemelse Vader. Kan ik aan mijn oren? En dan is de duivel te alle tijden een verliezer. Maar je moet deze route gaan. Lees je Bijbel, mediteer, vraag de Heilige Geest. Oh man, hij heeft mezelf gezegd om hem te vragen. Het staat in de Bijbel, hè? Maar hij heeft het me ook via een visioen verteld, heb ik je verteld. Ik eindig daarmee, dan gaan we bidden. Ik zie Kenneth Copeland staan, ik was een jonge christen. En sommigen weten al wat ik ga zeggen, maar ik herhaal het voor degenen die dit niet weten. En je kan van Kenneth Copeland denken wat je wil. Ik kan niet helpen. God. Hij is een man van God, zeg ik, absoluut. En God heeft me een visioen van die man gegeven. Terwijl ik hem niet kende. Ik had alleen zijn naam gehoord, jaren geleden. Ik denk dat het is al in de 70er jaren. En ik zie hem met een grote kijker naar de sterren kijken. In het visioen. En het beeld verdwijnt. Ik krijg een paar cassettebandjes. Ik hoop dat sommige mensen nog weten wat een cassettebandje is. Ik krijg een cassettebandje van iemand die cassettes dupliceerde. Van Kenneth Copeland. 4 of 5 bandjes. En ik ben me 's morgens aan het klaarmaken om te gaan werken. Ik zit altijd een preek op en ik luister. Ik combineer het aangename met het noodzakelijke. En in één keer hoor ik hem zeggen, je hebt geen verrekijker nodig om God te zoeken tussen de sterren. Ik denk, wacht even hier. God is tot me aan het praten. Ik heb het gewoon kort daarvoor gezien, een week daarvoor. Met een grote kijker zit Kenneth Copeland naar de sterren te kijken. En in één keer hoor ik hem in die preek zeggen, je hebt geen verrekijker nodig om God te zoeken tussen de sterren, want hij is bij jou. Hij is in jou. En toen begon hij gelijk te profeteren. Ik ben naar het kruis gegaan, opdat jij en ik vrienden zullen zijn. Ik veroordeel je niet, religie veroordeelt, ik veroordeel niet, ik help. En ik wil dat je niet alleen de dingen van jouw wereld weet, maar ook de dingen van mijn wereld. En daarom heb ik je heilig avondmaal gegeven. En dan eindigt die profetie met, check with me constantly. Dus de boodschap was voor mij helder. En vanaf dat moment heb ik het al vele jaren gedaan. Ik check met God en hij praat terug. God is, als je niet zeker weet of iets God is, je mag het hem 1000 keer vragen. Tot hij het je duidelijk maakt. Hij verveelt niet van je, hij wil je leren. Heeft dit niet bij Samuel gedaan? Samuel. Eli hebt me geroepen. Nee, ik heb je niet geroepen. Je hebt me wel geroepen. Nee. Samuel. Ja, Eli kan kletsen wat hij wil, maar hij roept, man. Eli, je hebt me wel. Nee, jongen, ik heb je niet geroepen. En denk, die oude man, dat gaat niet goed met die oude man. Ik hoor het toch. Ga slapen, jongen. En er komt een keer dat Eli denkt, wacht even, God praat met hem. En Eli zegt, hey, als hij weer roept, zeg ja, Heer, uw knecht luister. God verveelt niet om jou 10 keer te antwoorden tot hij weet dat je overtuigd bent. Durf hem te vragen. Heer, leid mij. Als je ziek bent, hoef je hem niet te vragen, Heer, wilt u mij genezen? Je kan wel zeggen, Heer, ik geloof dat u mijn genezer bent. Deze ziekte kan niet bestaan. En ik vraag u om bevestiging van uw tegenwoordigheid. Nou praten we een beetje. Want je zegt, ik geloof. En nou vraag ik dit. Dat de salving me leert en me helpt. Dat mag. Ga niet zeggen, wilt u mij genezen? Ga je buiten het woord om. Pak het woord en zeg, door uw stream ben ik genezen. Ik geloof het, Heer. Ik sta erin. Vader, ik heb bemoediging van u nodig door uw salving. Je hebt kans dat in één keer... Ja! Abraham werd versterkt in zijn geloof. En God wil ook jou versterken. En misschien verdwijnt dat ding niet gelijk. Maar als jij die salving gevoeld hebt toen je het vroeg... En je mag het 3, 4 keer vragen, hij verveelt niet van je. Op het moment dat je door hebt van, hij heeft het gedaan, zeg je tegen die ziekte, de pot op.
Ik voel dit, ik voel dat, maar jouw dagen zijn geteld. Want de Heilige Geest wil jou versterken. Heeft hij Abraham versterkt of niet? Heeft hij Abraham versterkt of niet? Heeft hij David versterkt of niet? Wil hij jou versterken of niet? Geef hem glorie, man. Oh.